En het verbaast me een beetje dat er nog geen antenne door aan die kant opgezet heeft. Stiekem hier een live radio programma te presenteren. Maar ja, u weet nooit wat er gaat komen. Niels, ja, ik sta hier bij een van de piloten van de helikopter. Ja, maar jij hebt er gewoon stand van, toch? En daar ga ik even een kort interviewtje mee doen. Eens even horen hoeveel diesel zo'n ding nou zoekt, zeg maar. Ja, vraag het dan gelijk of we ook nog even met gaan trekken hier. Oké, dat is de eerste vraag die ik ga stellen. Gewoon nog voor de slepwagen. Ja, gewoon met de helikopter voor de sleepwagen. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Neem je gewoon even mee naar boven. Dan gaat hij niet trekken, denk ik. Toch niet. Zo sterk is zo'n ding dus helemaal niet. Maar goed, wat voor bruto zo'n ding? Er gaat afgas in. Dat is een kerosine. Als er afgas omheen gaat, volgens mij 100 liter per uur ongeveer. 100 liter per uur, Niels. Het is goed. Ik moet hem even zeggen dat ik iets harder mag praten, Victor. Nog harder! Ja, de beste man van de helikopter. Mag iets harder praten. De beste man van de helikopter.